al uit de bergen, Martin uit de Viking era. Ik ben benieuwd of Bilal een soort van een Daniel DC wordt, Daniel Cormier. Maar ik weet dat Martin een judoka is, een black badge. Let's go, handen getikt. Daar zijn we. Bilal geeft een paar overhook hands. And now we're wrestling. Oh, hij luistert goed naar zijn coach. Bilal heeft een soort van een dars. Ja, Martin duwt hem dus tegen de kooi aan. Tot nu toe gaat het allemaal gelijk op. Oh, 1, 2. En een rechtse. Martin geeft mooie lange directes. Bilal geeft harde hoeken en overhand. We got ourselves a fight, ladies and gentlemen. En voor de takedown. Bilal verdedigt goed. Oh, binnenkant knietje, ja. Marten verdedigt goed. Ja, Marten heeft goede onderhoeks pakken. Ja, Marten, die werkt met zijn overhoek. Die wil natuurlijk een judo worp ingooien. En het lukt hem ook. Bilal staat wel meteen weer. Is in ieder geval uit zijn. Ja, staat alweer op zijn voeten. Oh, 1-2, lange directe van Marten. Linkshoek. Martin haalt hem weer neer. Dat is een mooie trip. Ja. Hij zit hier een deep half guard van bovenuit te werken. Kijken of Martin hier nog een pass kan maken. En ze zit een beetje tegen de kooi aan. Als Martin zijn knie eroverheen. Oeh, hij heeft nu een full mount position. En we krijgen nou. Groundabout. Martin blijft doorslaan. Hij heeft hem hard. Even kijken hoe lang dit nog kan doorgaan. De scheid staat er al bij. Het lijkt erop dat Bilal een sweep kan maken hier. De sweep kan maken, dat is heel erg. Laatste 10 seconden. Dit moet hij uit kunnen zeggen. En de eerste ronde. Ja, het was een ronde die gelijk opging in mijn optiek. Al denk ik dat Martin de ronde naar zich toe heeft getrokken natuurlijk. Ik denk het wel. Aan het einde zat hij echt heftig. Er is iets aan de hand met Bilal. Bilal, man. Moet je wat opstaan? Hij knikt nee. Het kan zomaar zijn dat de partij voorbij is. Kramp misschien? Nee, dat denk ik niet. Het zal iets meer dan kramp. Hij staat nog wel. Hij staat nog moeilijk op. Ja, knieblessure. Ja, er is waarschijnlijk een knieblessure. En er wordt een handdoek in de ring gegooid. Dames en heren, applaus voor tegenstander Bilal Khadim Magomedov. Helaas. Maar de winnaar uit de rode hoek, Martin Kerr.